Welkom hier in Brussels Kaart. En dit voor de beste voorstelling voor de dames van Mrs. Glam Style 2015. Mrs. Glam Style is eigenlijk voor volwassere juffrouwen, zeg maar. En dan de jonge dames. Ik mag net ook nog meedoen. Want wij zitten nu in de leeftijdscategorie. De schoonheden te zoeken die tussen de 18 en de 40 jaar zijn. Ik ga beginnen met een dame uit Sint-Niklaas, 26 letters jong, Stefanie Arcati. Goedenavond iedereen, mijn naam is Stefanie Arcati, ik ben 26 jaar en afkomstig uit Sint-Niklaas, de stad met de grootste markt. Ik doe mee aan deze misverkiezing, omdat er heel leuke workshops georganiseerd worden, leuke groepslessen. Het is ook een vooral vriendelijke verkiezing, waarbij stijl en elegantie op de eerste plaats komen. Ik zelf werk als management assistant in een chocoladebedrijf te Borsbeek. Hiervoor heb ik gekozen omdat het bedrijf ook zich bezighoudt met fairtrade chocolade en bio-chocolade. Als ontspanning ga ik lopen en ik hou ook heel erg van gaan shoppen. Dank jullie wel en nog een fijne avond. Sarah Peters, 22 jaar uit Ranst. Sarah? Goedenavond iedereen, mijn naam is Sarah Peters, ik ben 22 jaar en ik ben afkomstig uit Rans. Als jonge vrouw, ik hou enorm veel van mode en via Mrs. Glam Style heb ik mijzelf leren ontplooien, dus dank u alvast voor de ervaring. En ik moet ook de medekandidaten hartelijk bedanken, omdat er een heel goede groepsfeer is. En, dat is ja. Begin. En we gaan ervoor in de finale. Zo, dankjewel voor jullie aandacht en nog een keer. Tatjana van Dessel, dat is de bijna jongste op eentje na. Kom er even bij, Tatjana. Oh. Hallo iedereen, ik ben Tatjana. Ik woon in Dessel. Om een beetje aan mijn figuur te werken, ga ik graag baantjes zwemmen. Als beroep ben ik schoonheidsspecialist in Herenbuurten Grote Mechelen. En voor de rest in mijn vrije tijd ga ik nog heel graag op bezoek bij mijn mama en mijn twee kleine zusjes, die vandaag een half jaartje zijn geworden. Mijn deelname aan Mrs. Glam Style is eigenlijk om een zware periode achter de rug te laten, een beetje meer aan mezelf te denken en vooral om de meeste rollen bij trots te maken. Dankjewel. De vierde dame excuseert zich, dat was Veronique. En dan de volgende dame is, een excuus als ik het fout uitspreek, Dimfna Delbeke. Kom erbij. Goedenavond iedereen, ik ben Dimfna Delbeke, 18 jaar en ik ben afkomstig van Oudenaarde. Oorspronkelijk heb ik altijd wel in Zwolle gewoond. Ik doe mee aan, dit avontuur. Voor de ervaring, aangezien ik dit ook kan gebruiken in mijn studies marketing die ik volg in Gent. Daarnaast is mijn grootste hobby en passie dansen. Dank u wel. Anne-Sophie Kokhout. Een hele goede avond iedereen. Ik ben Anne-Sophie. Ik ben 23 jaar en afkomstig uit Blauwen. Ik doe mee aan deze verkiezing voor de ervaring, voor de uitdaging, maar vooral om heel veel plezier te maken. Mijn grootste hobby is volleybal spelen. Ik doe dit namelijk in Staden en specifieker zeg ik in Tweede Provinciale. En in juni ben ik afgestudeerd als verpleegkundige en ik werk in het AZ Delta Ziekenhuis te Wenen. Dank u wel. Nee, dat ben jij, inderdaad. Excuus. Justina Sabo, 23 jaar uit Strijden. Goedenavond iedereen. Mijn naam is Justina. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Strijden. Dank u wel. Oh.
Aniek Haalwijk. Goedenavond iedereen, mijn naam is Haalwijk Aniek. Ik ben 36 jaar, afkomstig uit De Haan. Ik ben invalide, maar door mijn invaliditeit wil ik ook de mensen meegeven dat wat er ook in het leven gebeurt, geef nooit moed op en doe zoals ik. Als je dan een wens hebt, doe er alles voor en ga ervoor. Dank u wel. En dan zijn we gekomen bij Doreen van Esch. Goedenavond, mijn naam is Doreen van Esch, ik ben 20 jaar. Ik woon in het hartje van Limburg, namelijk Hasselt. Mijn hobby's zijn fitness en zumba. Mijn vrije tijd spendeer ik ook vaak met een klein meterkindje. Binnen 4 weken word ik opnieuw meter van nog een klein mannetje. Met mijn deelname aan de stemcel wil ik graag mezelf vertrouwen opkrikken en nog meer mezelf vertrouwen opkrikken. Dankjewel. Kelly van Bogaert. Goedenavond iedereen. Mijn naam is Kelly van Bogaert, 23 jaar, kom uit Herentals. Graag doe ik eens een feestje hier en daar. Ik hou van avontuur. De reden waarom ik meedoe aan deze verkiezing is om misschien connecties te vinden en die mij misschien kunnen helpen in de modellenwereld en om zelf mijn vertrouwen iets op te krikken als persoon. Dankjewel. Fijne dag. Zoveel schoondames, en wat is dat toch met dat vertrouwen? We gaan daar een keer aan werken. Deborah van den Bulk. Hallo iedereen, ik ben Deborah van den Bulk, 32 jaar jong en afkomstig uit Lier. Als job werk ik in een chocoladepastabedrijf als operator vaste nacht en werk ik ook met Herbalife en Baterbij en Fitclub uit. Ik ben een enorm grote dierenfan. Mijn hobby's zijn sporten en paardrijden en ik doe mee aan Mrs. Kleimstaal omdat ik een leuke ervaring vind en ooit heb ik ook al in mijn verre verleden toch wel enkele misverkiezingen meegedaan, dus het is altijd wel heel tof. En ik wil eigenlijk ook nog mijn kandidaat en de meisjes ook nog bedanken al voor de leuke tijd. Dankjewel. Fidan Dekhul. Ik ben 24 jaar, afkomstig uit Gent, het stadje van de Gentse Feesten. Nu, ik heb ook een prachtige dochter van 7, Fatima. En ik werk als call agent voor de firma BSG. Nu en dan doe ik ook eens een fotoshoot als model, waar ik zeker in wil verder groeien. Op zich, ja, de ervaring voor mij in Mrs. Glamstyle, ik wil wel verder ontplooien en zo, we zullen wel zien wat het allemaal heeft. En ook vooral om aan te tonen, omdat dat echt wel niet uitmaakt wat, wie dat je bent, van waar dat je komt. Het ligt volledig aan jezelf, maar hard werken zul je er uiteindelijk wel komen. Dus laten we nu eerst en vooral eens van genieten. En alles is bedankt voor het komen en nog een goede avond. Dank u wel. Je hebt veel bananen gegeten, denk ik. En de laatste dame is Cindy Verberg. Goedenavond, mijn naam is Cindy Verberg, woonachtig te Deurne. De reden van mijn deelname aan Miss Glamstyle is omdat ik mij graag begeef in de wereld van catwalk en fotoshoots. Meestal achter de schermen als haarstylist, maar ik vind het ook eens leuk om van deze kant mee te maken. Ik heb sinds 1,5 jaar mijn eigen katsalon. Alleenstaande moeder van een dochter van 8, Josephine. En mijn hobby's zijn sporten, voornamelijk spinning en bodypump. Dankjewel. Als ik met die drie zijn hier vanavond ook. Sowieso is Christophe Sialet hier. Dames en heren, u kent hem allemaal. Hij is acteur. Hij is stand-up comedian, 24/7. Dat houdt niet op, ook thuis. En hij zal heel binnenkort te zien zijn, want hij is, dames en heren, de nieuwe foute vriend. Hij vervangt namelijk iemand. En hij is een van de grote acteurs, zeg maar. Maar ja, we zijn maar met 4. Hè. Van de film De Foute Vrienden.
Dus u komt hem nog tegen op het grote scherm ook. En straks rijdt hij nog een paar rondjes. Al dan niet met de dames, al dan niet met de mensen die er zin in hebben hier op het kartcircuit. Is Peter erbij? Ah, sorry. Peter Hopmans, dames en heren, in hart en nieren rallypiloot en teamchef van het FMK. Geron, zit hij hier? Die gaat elk moment binnenkomen. En Geron, die gaat hier elk moment binnenkomen. Dat is natuurlijk ook een stand-up comedian en die is heel goed aan het gaan, ook binnen het jargon van de foute vrienden. Geweldig. Dames en heren, nog even meegeven dat Christophe ook de dames een opleiding heeft gegeven, een media-opleiding. Dus als er klachten zijn dat ze zich niet gaan gedragen voor de camera, één telefoon, dus dat is 04-77. Zo, lieve mensen, het zit erop, de voorstelling zit erop. De drankjes zijn klaar, de broodjes zijn klaar. Ja, natuurlijk. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Melissa Oelers. Ik ben de designer van de brand Gmails. En ja, ik ben de sponsor van de Mrs. Glamstyle. En de Mrs. die sponsor ik, dus eigenlijk ik voorzie hun van mijn haute couture collectie. Die zal gedragen worden tijdens de finale van de Mrs. Glamstyle. Nou, ik ben in Nederland al aan het doorbreken en uiteindelijk wil ik gewoon in België ook veroveren met al de kledingstukken die ik heb. Ja, dus het gaat echt heel goed en heel snel. Al een aantal bekende Nederlanders kleed ik en dat wil ik nu ook hier in België komen doen. En verkooppunten in België hebben. Ja, Caroline Spoor, Germaine van Oosterhout, Emanuela Griepes. Ja, dus echt, er zijn al een aantal verschillende die ik eigenlijk al kleed. Ja, hartstikke bedankt en dankjewel voor het interview. Ja, hier zijn we weer natuurlijk. Hè. De organisator Ronnie Wolfs heeft weer een kind laten geboren worden. Mrs. Glamstyle, eigenlijk een Mrs.-verkiezing voor dames vanaf, laten we zeggen, 18 jaar tot maximum 40 jaar. Met als insteek niet zozeer dat ze alle hoofdsteden van de Europese landen moeten kennen, maar eigenlijk net dat ietsje meer voor presence op de catwalk, hoe we defileren, hoe we ons gedragen voor een camera, hoe we met een fotograaf spelen. Kleur- en stylingadvies komt aan bod. Dus eigenlijk een beetje meer de looks en de presence op de catwalk dan de kennis die erachter zou zitten. Wel, Mrs. Glamour is eigenlijk een meer typerende verkiezing voor de iets rijpere dame. Dat kan je inderdaad meedoen vanaf 27 jaar tot onbeperkt. En dat is echt bewust om de dames die een huwelijk hebben, die de kindjes al hebben, die allicht de volwassen dame die er staat, om haar toch nog eens even heel mooi en heel glamorous te laten voelen. Dus er is wel een verschil. En daar, in dit geval zal het nu anders zijn bij Mrs. Glamstyle. Er zullen bijvoorbeeld geen vragenrondes zijn en dat soort zaken. En in tegenstelling tot Mrs. Glamour hebben we dat natuurlijk wel. Dan worden een beetje alle vlakken onder andere genomen en getest en zien tot waar elk onderdeeltje dan wel reikt. Wat is mijn rol verder bij Mrs. Glamstyle? Wel, laat ons zeggen dat ik de gastvrouw ben van Ronnie. En eigenlijk, hij gaf het daarnet zelf aan bij een heel korte inleiding, dat ja, wij zijn eigenlijk de Mrs. Glamour equipe geworden. En ja, wij hangen gewoon allemaal heel sterk aan elkaar. Choreografen, klank, licht, hoe steken we het in elkaar? Het geeft me gewoon elkaar allemaal de hand en eigenlijk zeg het een hoop toffe vriendenkennissenclubje zo geworden ook. Of ik veranderd ben van look? Nee, ik ben niet veranderd van look. Ik moest eigenlijk mijn haar wassen, ben er vanavond niet aan toegekomen. Dus ik heb een glamstyle oplossing gevonden. En voor de rest, de red lips. Ja, een beetje meegaan met de dress en dat soort zaken. Dus een kwestie van styling en kleuradvies. Oké, very nice. Veel succes nog verder. Dankjewel.